Deze oefening gaat over een bewegende kraanarm. De opstelling spreekt voor zich. Met deze slider kan ik de lengte van de rode zuiger besturen, aangeduid met de kleine letter L. Hierdoor verandert ook de hoek alpha die de helling van de kraanarm weergeeft. De vraag luidt, wat is het verband tussen L en alpha? We kunnen dit verband ook in een grafiek weergeven. De schuifknop voor de lengte L vormt nu de horizontale as. De hoek alpha wordt voor elke waarde van L verticaal uitgezet in de grafiek. Dit verband willen we nu beschrijven met een formule. We bespreken twee methodes die we kort aanduiden als werken met vectorsommen en werken met driehoeken. We willen graag een beetje reclame maken voor het werken met vectorsommen, hoewel de driehoeken zeker ook hun troeven hebben. Werken met vectorsommen is een methode die dicht bij het visuele plaatje van de opgave blijft. In essentie stappen we gewoon van punt naar punt over de zuiger en de kraanarm en tellen daarbij vectoren op. We zullen dit later ook toepassen op veel complexere situaties, waarbij we van punt naar punt stappen over meerdere aan elkaar gekoppelde voorwerpen. Soms zit er onderweg een onbekende in een stap. De stap van O naar B hangt af van de onbekende hoek alpha. De stap van A naar B zullen we beschrijven aan de hand van de onbekende hoek beta en de onbekende lengte L van de zuiger. Maar soms botsen we ook op informatie. Als we van O naar A stappen en vervolgens naar B, hebben we van O naar B gestapt en daar weten we iets over. In essentie komt deze oplossingswijze erop neer dat we gewoon neerschrijven dat de vector OA plus de vector AB gelijk is aan de vector OB. Als we ook weergeven dat de vector OB afhangt van alpha en de vector AB van beta en L, ziet het er zo uit. Omdat we met vectoren in twee dimensies werken, levert deze vectorvergelijking ons straks twee verbanden op tussen alpha, beta en L. Hieruit kunnen we daarna het gevraagde verband tussen alpha en L bepalen. Maar eerst moeten we nog concreet maken hoe we de vector OB en de vector AB beschrijven met alpha, beta en L. We gaan ervan uit dat je hier al enige ervaring mee hebt, anders verwijzen we je door naar het voorbereidend materiaal bij deze oefening. We voeren een assenstelsel in met een horizontale x-as naar rechts en een verticale y-as naar boven. Voor elke stap geven de coördinaten weer hoeveel de stap vordert volgens de x-as en de y-as. De coördinaten van de vector OB worden dan grote L maal de cosinus van alpha en grote L maal de sinus van alpha. De coördinaten van de vector AB worden kleine L maal de cosinus van beta en kleine L maal de sinus van beta. Deze animatie laat zien dat L maal de cosinus van beta en L maal de sinus van beta inderdaad de correcte vorderingen van de vector AB langs de x-as en de y-as weergeven. De totale vergelijking ziet er dan zo uit. Of wanneer we de x-coördinaat en de y-coördinaat apart beschouwen, krijgen we volgende twee scalaire vergelijkingen. De hoek beta is ongevraagd in onze probleembeschrijving binnengeslopen. Omdat we twee vergelijkingen hebben, kunnen we beta wel elimineren. Later gaan we uitgebreider in op de betekenis hiervan. Hier gaan we gewoon als volgt te werk. We lossen cosinus beta en sinus beta uit de vergelijkingen op en maken gebruik van cosinus kwadraat beta plus sinus kwadraat beta is gelijk aan 1. Of, om de formules nog iets eenvoudiger te houden, kan je hier ook rechtstreeks met L cosinus beta en L sinus beta werken. Op die manier hebben we het gevraagde verband tussen alpha en L gevonden. Het verband neemt de vorm aan van een vergelijking waarin alpha en L figureren. We noemen dit een impliciete beschrijving van het verband. In dit geval is het ook makkelijk om over te schakelen op een expliciete weergave die L uitdrukt als functie van alpha. Daartoe lossen we L op uit de vergelijking. Alpha oplossen is hier iets moeilijker en daar komen we later op terug.